Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario Generations. Ik ben weer met Sander van Gaming SB en de tijd gaat nu in. Ik heb 47 sterretjes op het moment. Hoe gaat het met jouw sterretjes, Sander? 35. Oké. Ik heb echt vorige aflevering niks gedaan omdat ik bezig was met zoeken naar blauwe deeltjes. Get the quack in the skies. Okay. I do like the cat. Je houdt al wel van katten, ja. Je bent toch ook zo'n Quacksley aanhanger? Nee, gadverdamme, is dat die nieuwe eend? Ja. Pokémon. Nou, ik ga nog liever dood dan 1 minuut naar dat beest kijken. Ja, echt, jezus, blijf. Dat ben je wel goed in, hè? Jezus. Met overdriving mastering ben jij. Nou, ik wil niet echt overdrijven, maar ik zou haast willen zeggen dat er een kap-Pokémon met IS die lelijker is. Maar je hebt echt haat naar Incineroar wat er echt nergens op slaat. Ik snap dat dinges vetter is, Torracat, maar... De potentie die die had... 100% mee eens, Sander. Alleen, Incineroar is nog steeds gewoon vet als je kijkt naar een Emboar of naar een Typhlosion. Oh ja, ik ga eventjes de lelijkste Pokémon van allemaal pakken. Ja, of een beter dan Typhlosion of dan weet je welke Pokémon ik ook leuker vind dan Incineroar? Garbodor. Of minder leuk bedoel ik. Weet je welke Pokémon ik ook minder leuk vind dan Incineroar? Garbodor. Ja. Nou, weet je welke zeker minder leuk is dan Incineroar? Jamper. Jamper is gewoon zo'n cutie guy. Gadverdamme. Dat ze die game nog hebben mogen uitbrengen. Ik vind, kijk, Incineroar is slechter dan Jamper. And that's official. Goed, dit was deze serie. Dat was de laatste keer dat Sander op het kanaal. Nou. Kijk, sorry dat jij geen goede mening hebt. Ja, kan ik toch niks aan doen? Dat jouw mening verkeerd is. Sorry hoor. Ik zal voortaan omdenken dat ik niet een foute mening heb. Jij stemt zeker op Forum, of niet? Nee. Nee, dat denk je wel. Ik stem op normale partijen. Niet, hoe noem je dat? Gestoorte? Ja. Nee, fucking dom, zocht ik. Nou, dat dekt de lading ook. Maar wat moet ik aan doen? Oh, de game spelen. Ga je met tunnelings maken. Oh, die guy moet waarschijnlijk hier naartoe. Oké. Guy, kom eens. Het eten staat klaar. Nou, dat werkt niet. Nee. Crazy guy. Snap het wel. Hè? Zou je niet komen voor eten? Wel voor eten, maar niet voor jou. Jij denkt dat ik mijn eten ga vergiftigen? Oh, nu. Nu ben ik boos. Dat vind ik een disrespecting. Ik heb gewoon lekker Incineroar vlees gemaakt. Doe eens normaal. Ben jij een Chinees of zo? Nee, oh, maar... Oh, hey, een hele kut manier. Leuk. Normaal gesproken zeg ik... Ik eet geen... kat of hond, maar bij Incineroar maak ik een kleine uitzondering. Het is niet waar. Als Incineroar echt een beet zou zijn, IRL, dan zou ik daar niet zo... Dan zou het gewoon je lievelingspokémon zijn. Nah, nee. Kijk dan naar Charmeleon, Wartortle, Aerodactyl. Oh my night. Oh my star. Zo, bro. Oh, het is oh night. Ja, maar jij kan het best gelijk hebben, hoor. Dat is trouwens Mewtwo Tentacool Aerodactyl, volgens mij. Voor de rest ken ik hem. Pikachu! There's 150 or more to see. To be a Pokémon Master is my destiny. Hee.
Wat duurt dit level tering lang, zeg. Niet te doen. Er is ook nog een bos. Duurde de tering echt zo lang dan? Ja. Oh, ik heb dat geleerd. You think you're funny, Sandring? I know I'm funny. Dat is niet waar. Oeh, er zijn alweer leugens bij Sander. Ik weet dat ik niet funny ben en daarom zeg ik expres dat ik wel funny ben. Want dan... Oh ja, want dat werkt zo. Nee, maar misschien dat ik dan ooit een keer funny word. Geloof in mezelf. Geloof in jezelf duurt te lang. Nee. Wow. Gaan we nou leuke muziekjes zingen op mijn kanaal? Op jouw kanaal? Heeft hij door dat ik zijn kanaal heb overgenomen. Oh. Dat is het. Rare content die nog niet geüpload wordt. Ja, van over die bitcoins toch? Ja, ik dacht er ook aan. Die van dat soort dingen die dingen overnemen, ja. Kanalen overnemen. Ik vind dat zo crazy. Als je dan een kanaal overneemt, zet er dan gore op of zo. Of... maar bitcoins? Kom op, dat is wel de ergste horror die ik ooit heb gezien. Ik bedoel, er is een dark side of YouTube. Maar bitcoins? Dat is zelfs te dark voor de dark side. Dat klopt, ja. Don't do bitcoins, drugs. Don't do bitcoins. Don't do bitcoins, drugs? Ja. Druggings. Druggings. Ik heb weer zo'n sterretje gehaald, ding. Oh, dat is wel ziek, ding. Oh nee, shit. Die zit niet in deze game. Ook echt niet. Zonde eigenlijk. Ja. Ik wil Sea King in Mario. When it rains, it pours. Ah, oh, dat weet ik niet. Heb ik nog niet gezien. Oh, it does pouring. And it does raining. It's raining pouring. Halleluja. Oeh, ik moet de King Caliente. The spicy return. Ik wou bijna alert zeggen. Yo, King Caliente. Nee? Niet gaat hij ook mensen exposing? Nee, ik ga OnlyFans maken. Oh ja, en dan super stoer doen met dat je alleen porno uploadt of zo. Oh, ik heb seks. Ik ben daar een of andere vage 50-plusser die heel stoer doet met dat hij seks heeft of zo. What the fuck? Okay. Hoor ik nou zo'n jealousy? Nee. Nee. Nee, ik vind hem echt een rare guy. Dat is hij ook. Daar heb je 100%. Hij wordt met de minuut ook gekker. Dat klopt ook, ja. Dat is niet voor mijn gevoel eigenlijk. Dat is wel maar feit. Dat is het afvalputje van YouTube Nederland. Samen met Snapking dan wel. Ja, maar dat is wel ander niveau of zo, zeg maar. Weet je, Snapking die is gewoon niet helemaal oké, zeg maar. Als je snapt wat ik bedoel. Alleen die. Snapking is een vuile oplichter. Dat is gewoon een crimineel, basically. Maar die is verstandelijk ook niet oké, denk ik. En ik denk dat... Ik denk dat hij slimmer is dan dat hij zich voordoet. Ja, oké, misschien wel. En dat hij zich expres gewoon zo dom voordoet, zodat mensen inderdaad denken van, yo, die guy best wel eens gelijk doet het in, echt per ongeluk. Maar dat doet hij niet. Dat is niet omdat ik hem niet wil geloven. Ja, nee, eigenlijk wel. Ja. Nee, ik denk dat je wel gelijk hebt, Sandring. Ik ben trots op je dat je gelijk hebt. Ik ook. In mijn huis. Wat een kutgrap ook weer. Ja, het is gewoon de waarheid. Auw.
Hoi. Nee, niet falling. Oké, we doen wel met falling. Oké. Niet te verwarren met fallings. Want die zit niet. In deze game. In deze game, ja, precies. Falling game. Oh, je kunt op die... Je kunt erop staan? Ja. Dat wist ik niet. Waarom wist je weet jij nou wat ik bedoel? Omdat meestal het antwoord op dat soort vragen ja is. Oké, wat bedoel ik dan? Maakt niet uit. Ik geloof gewoon als jij zegt van, oh, kan dit? Dat dan kan, omdat je dan verbaasd bent dat dat kan. Oké. Doe je snapping wat ik bedoel, Xandering? Ja, nee, I'm snapping. Oh, zei je nou I am snapping? Nee, hij zit snapping. Nee, zo slim ben ik niet. Om 3 keer mensen op andere manieren op te lichten. Netje. Charme, dat is het denk ik. Nou, dan moet ik die eerst krijgen. Dat is waar. Ik wil eigenlijk het zoek maar waar ik net van. Zo, wil je dat? Zo, heb je daar wat op tegen? Ja. Nou, dan ga je toch lekker weg. Auw, nee! Oh. Oh, dat viel mee. Altijd schreeuwen voor niks, hè? Ik wist dat niet dat hier zo'n ding zat. Mm-hmm. Wist jij dat wel? Ja. Oh ja, wat bedoel ik dan? Zo'n ding. Ja, zie je. Ik wist het. Ja. Die. Oh, wacht. Je kunt gewoon door de regen heen. Ja. Maar niet met... Helemaal niet. Niet met je bijtje, toch? Helemaal niet. Nee. Zie je wel? I got you. Nee, ik zei al... Weet je nog dat je zo net zei, zo van... Yo, meestal als je dat soort vragen stelt... Ja, maar Sander, ik zei meteen van dat het niet klopte wat je zei. Nee. Je begon met de ja-ing. You begon with ja-ing. Ik zal je nooit meer gelijk geven, Sander. Ik durf nooit met jou gelijk te geven. Milan. Ja. Jij zei eerst ja-ing. Dat klopt toch, ing? Nee. Yo, je kan hier gewoon lopen? Nee. Jawel. Dat kan wel. Anders gebeurde het toch niet? What the fuck? Deze guy, echt. Sommige mensen... Die zijn rijp voor het gesticht. Wat een haat in één keer, holy shit. Wat? Ik zeg toch gewoon sommige mensen? Ja. Over wie dacht je dat ik het had? Je had het net tegen mij en dan doe je zo onaardig. Ik bedoel eigenlijk, ik zat nog steeds in de Snap King aan. Maar... Oké. Nou ja, als jij het op jezelf wil betrekken, is het jouw fout. Kan ik niks aan doen. Sander, ik snap niet hoe dit werkt. Ik ook niet. Ik weet namelijk niet wat je doet met je leven. Et hem al. Oei. Hoe snel ik onder water? Hoe zwem je onder water? Ja. Wat een rare vraag. Door te zwemmen en dan te duiken. Ja, maar of eerst duiken mag in principe ook, denk ik trouwens. Boe! Het glassing is not flooding. Nee. Wanneer karaoke bar? Snel. Oh, dat is wel ziek. Zie, pas op voor de water ballooning. Het is niet eens een ballon. Zijn Mr. Manor.
Die besturing is zo tyfisch kut. Oeh, deze guy is boos. Ja, dit is echt niet leuk. Ja, nee, ik bedoelde niet jou. Oh, maar ik was ook boos. Ja, en waarom zou dat mij boeien? Oh, okay. Nee, grapje. Ik dacht dat je me 100 keer dood gaat. Ik niet. En dat bedoel ik niet alleen in gaming. Auw, nou. Ik heb pijn. Dat was te doen. Nee. Niet jij. Dat boeit me toch niet. Ik bedoel dat ik nu mijn bye-bye mensje. Auw. Verneut heb. Poef! Dood! Haha! Loser! Loser boy. Niet jij, Milan. Jij bent geen loser. Nee. Never mind. Oh, oké. Okay. Zo gaat het. Ben je toch best wel een loser? Dat is niet waar. Dat is niet waar. Ik kan gewoon slecht tegen dat mensen wel succes hebben. Yo, 67 blauwe sterretjes. Daar stond niet 67, maar dat boeit niet. Van Milan te laten zien. Yo, 67 sterretjes? What the fuck? Ja, 67 sterretjes? Ja. Oh, maar ik ga de game expres nog niet uitspelen, want ik heb zoveel lol met die Milan guy. Waarmee ik in call zit. Nou, als we deze serie af hebben, dan kunnen we aan Pokémon Black and White beginnen, Sander. En daar heb je echt zin in. Oh, ja, dan moet ik misschien nog een ster gaan halen. En dan de laatste ster. Going after Guppy. Ik wil helemaal niet after Guppy. Ik vind dit level nu al niet leuk. Ja, dat is dat level wat ik voor de aflevering dus deed. Ja, waar je niet kon duiken. Nee, waar ik nu niet kan duiken, dat is dit level hier. Yo, Captain Toad? Geef me even zo'n ster. Oh nee, ik moet eerst helemaal zelf shit gaan doen. Zover ik dat je een keer zelf moet doen. Wow. Dat was niet heel aardig. Nee, dat vond ik ook. Maar ik meen het wel. Ja, dat is ook wel vervelend. Maar wat moet ik nou met die Guppy guy doen dan? Oh, je moet hem achtervolgen. Oh, deze guy kan gewoon praten. Ik denk dat zo'n bad guy, maar... Oh, ik moet hem weer verslaan, ik. Oh, dat zo. Dat is wel een beetje iets wat je in Mario vaak moet doen. Dat klopt. Oh, je moet ground pounding om te duiken, trouwens. Wist je dat al? Ja, maar ik spande zeg maar in een grote... flat... Ja, hoe noem je dat? Een grote... body flat met earth. Ben jij zo'n flat earther? What the frick? Ik had je wel al een gespat. Is dat super ook? Wel logisch dat mensen daar niet in geloven, maar... Hey, oh, what the frick doe ik? Oh, die draaikokken zijn eng. En levensgevaarlijk. Oh, please, zeg maar dat ik de goede kant op ben. Word je ook zo natuurlijk op een kei grote pokebal zitten, ik. Pokebal. Word ik nou? Nee, 2 is weg. Oh, het ging zo goed, totdat het niet goed ging. Dat heb je wel eens, ja. Nog 5,5 minuut, Sandering. Fucking hell. Oh, die telt nog. Moet ik nu dat hele rondje afwachten, of gaat hij gewoon nog zo'n ring spawnen? Nee. Haha, you can't handle my... Oh! Deze
Zou Billy Eilish ook wat van doen? Nou, die kan haar kop houden. Wow, wat een haat naar Billy Eilish. More like Billy Backlash. Nou, wat een haat. Ja, de muziek is echt trash. Oh, sorry hoor. Hoef je niet meteen allemaal een Discord bericht te sturen. Zo. Krijg je Discord bericht, ja? Oh, dat was jij niet? Nee. Oh. Denk je dat ik jouw Discord bericht heb? Nee. Oké. Nee, ik weet genoeg. Nee, dan doe je deze serie maar zonder mij. Dan doe je deze serie maar zonder. Ik kom nergens meer tegen. Oh, dat is waar. Ligt niet aan jou. Ligt aan jou. Maar aan je alter ego. Mijn alter ego? Bliksem, nee. Boeman? Oh. Is dat jouw alter ego? Ja. Ik dacht dat je alter ego Alfred was. Wie de fuck is Alfred? Ja. Nou ja, dat dacht ik dus ook. Maar ja, toen... bleek je een alter ego te hebben. Oké, okay, sure. Heb je iemand ooit wel eens verteld dat je een lastige jongen bent? Ja, zo'n guy op het internet. My Lanning? Kan dat? Nee, dat is mijn alter ego. Oh, dat is Milan. Die denkt dat hij Engels kan praten. Wat hij ook best wel aardig kan trouwens. Ja. Soms doet hij het ook. Ja, dat was een flavoring. Dat is niet waar. Nu raak je zo'n gevoelig snaring. Nu ben ik boos. Alweer? Ik kan heel goed Engels praten. Dag voorbij, en jij gaat. Dat je niet boos in bent. Gisteren. Ja? Dat was een mooie dag voor jou. Nou, veel op mee. Eerste dag dat je, dit jaar dat je niet boos in bent geweest. Dat is niet de eerste dag dit jaar. Hoeveel tijd hebben we nog? Ik heb even geen tijd om te kijken, maar ik denk nog zo'n 4 minuten. Oh, ik heb geen tijd voor je. Nee, grapje. Sure, ik Cosmic Orbit. Cash. Ja, praat maar wel alleen. Nog 2,5 minuut. Wat is een Cosmic Orbit voor de first challenge? Rennen er van die kosmische Mario's achter je aan. Oh, dat vind ik niet zo leuk. Die rennen precies waar jij net hebt gelopen, zeg maar. Oh. Oké. Nou, ik ga het gewoon doen. 3, 2, 1. Ja, dit is gewoon zo'n race. Nee, het is niet echt een race. Oh, die guy staat voor. Nou, ik denk wel dat ik wel eerder moet zijn dan die guy. Oké. Nou, dat is wel een weg. Dat canning aan mij liggen. Nou, ik kan ook gewoon doorgaan. Ja, nee, dat kan ook. Nee, tuurlijk. Joh, doe dat maar. Nee, Sander. Ja, nee, dat ben ik toch goed in. Try again. Ja, ik weet het. Kun je ook rennen of zo? Niet echt, nee. Nee, oké. Dat weet ik wel. Weet ik dat het niet aan mij ligt. Dat het niet lukt. Ja, ik kan die guy niet verslaan als ik die guy voor moet zijn. Dat is een beetje een ding. Niet vallen. Ja, zo lukt het. Ja, zie. Nu is hij de ster en nu is het zo van... You losing, loser. You losing, loser. Ja.
Just call me loser and loser. Ja, maar ik ben nog in level. Ik ook. Kunnen we hem ook niet verzwakken of zo? Oké. Okay. Deze kan misschien wel. Als ik goed. Nee, mijn best. Ja, misschien kan ik net zo goed beter stoppen. Want ik denk. Ja, ik kan gewoon try again totdat ik helemaal game over dood ga. In theorie zou dat kunnen, ja. Oké, ik sta voor. Een hele kleine voorsprong wel. Je kan het van doen. Ja, dat hoop ik. Die spin, dat duurt langer. Dat is denk ik waarmee ik tijd verlies. De Shadow Mario, wat doe je nou? Oké, maar springen is wel sneller, denk ik. Het eerste deel moet ik gewoon veel springen. Oké. We gaan het gewoon proberen. Wee. Oké. Dat is. Het werkt niet zo goed als gehoopt. Huzzering. Sander is in een hele lastige race op het moment. Ja. Tegen de clock in. Nou, tegen mezelf in. De shadowing version. Hoe doe je die jump dan? Action. Long jump. Triple jump. Nee, ik wil long jump. Zet L en B. Dat dan wel lukt. Ja, ik weet het. Je bent er. Oh, ja. Ik wist niet dat je daardoor. Kan ik hem ook verzwakken met. Die star biddings? Nee, volgens mij niet. Ah, fuck. Is aan het racen tegen de klok. Ben jij nog bezig met zo'n... Nee. Oh. Nu wacht je weer op mij. Dat klopt, ja. Maar ik kan dus gewoon deze stopzetten. Dat laat ik aan jezelf. Nou, ik niet at the moment. Nou, ga dan sneller. Dat gaat wel sneller, ja. Godverdomme. Nou, bij het eerste gedeelte. Daar kom ik al niet voorbij. Oké, nog 9 levens. Ga ik ze allemaal opmaken? Dat is wel heel triest, hè? Ja, dat is best wel triest. Ja. Ja,
dat zeg je gewoon omdat je wil winnen. Dat telt niet. Dat wel. Ah. Hoezo kun je niet gewoon op dat ding springen? Kom op! Kom op, spring erop! Ik pak wel even deze ding mee. Verlies ik in ieder geval geen. Oh, ik had verloren, dat had ik nog niet door. Lelie Kelly, schoenen zijn zo goed. Lelie Kelly, voor mij. Nou. Oh yeah. Met de moment staat niks meer goed. Dat klopt, ja. Nou maar. Ben je er klaar voor mee, of... Kom op. Oh, ik denk dat ik hem al snap. Ik denk verkeerd. Niet zoveel tijd gewonnen als gehoopt. Fuck. Kom op, Mario. Werk mee. Nee. Hij werkte niet mee. Oké, maar nu ga ik hem even halen, oké? Zullen we dat anders doen? Vind je dat goed? Wat? Zal ik hem anders even halen? Oh ja, als je dat een keer wil doen, dan heb ik misschien straks het gevoel dat ik niet een half jaar heb gewacht. Dan doe ik dat na deze keer, oké? Jeez. Ben je niet een keer game over? Nee, ik heb nog 7 levens. Oh jezus, het gaat nog een uur duren dit. Nee. Ik ga hem zo halen. Zes. Oké. Oké. Oh nee, ik stond voor. Nee. Wat kut. Waarom kan die ook niet fucking normaal doen? Kut game. Heb ik helemaal gespeeld. Hier. Ik stond op. Zo kut. Ja, ga maar door, joh. Heb je nog even? Nee. Nou. Dan heb je toch pech. Ik wil hem toch halen. Oké. Kom op.
er bijna voor. Nee, nee, nee. Ja, 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 ja. I got him. Nee, hij heeft hem hoor. Kabooming. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond jij dit nou een geweldige aflevering? Kan me niet voorstellen, maar vond je dit nou? Dan zie ik jullie heel erg op de volgende aflevering weer. En doe een duimpje omhoog. Ik kan om één ding zeggen, dat is adios, amigos.